beste zuster. En wanneer jij ervoor kiest je hijab te dragen als blijk van gehoorzaamheid aan jouw Heer en niet omdat het van je vader of man moet, wanneer jij vol trots ervoor kiest om als echte moslima door het leven te gaan, alleen dan heb jij het ultieme bewijs van de echtheid van jouw iman kunnen leveren. Beste zuster, door je te houden aan de islamitische kledingsvoorschriften wordt het de anderen onmogelijk gemaakt om jou als stuk vlees te behandelen. Hierdoor rest er voor een ieder geen andere optie dan jou te beoordelen op je vaardigheid, slimheid en kwaliteiten en niet op je uiterlijk. Jij bent de meest eerbare. Jij bent net als een bloem in de woestijn, een regenboog in de nacht, wanneer jij je onderscheidt van de rest door de regels van Allah in acht te nemen. Ik kan namens alle moslims zeggen dat jij met jouw kuisheid, deugdzaamheid en islamitische verschijning de kleur in onze donkere dagen bent. Jij bent met jouw vasthoudendheid, sterke wil en onwrikbare overtuiging dezelfde weg ingeslagen als de vrouwen van de profeet sallallahu alayhi wasallam en de andere gelovige vrouwen van zijn tijd. Jij hebt je losgemaakt en bevrijd van wat anderen denken en vinden. Het enige dat nog telt voor jou is het welbehagen van jouw Heer. Het enige waar jij je nog om bekommert is wat vindt Hij, de Almachtige, van mij. Heb ik aan zijn verwachtingen voldaan? Jij bent uitzonderlijk in de manier waarop jij de islamitische regels in acht neemt. Je hebt jezelf één doel gesteld, het allerhoogste niveau dat maar te vinden is binnen het paradijs, namelijk al-Firdaus al-A'la. Jij bent het licht dat anderen de weg toont. Jij draagt ten alle tijden het goede met je mee en straalt dit uit naar anderen. Jouw hijab, beste zuster, is niet het symbool van onderdrukking, maar juist van vrijheid. Van vrijheid. En ik zeg het nog eens, van vrijheid. Met het dragen van je hijab kies je ervoor om niet meer gebukt te gaan onder de denkbeelden en stellingen die ons door stervelingen zoals jij en ik worden opgedrongen, worden opgelegd. Met het dragen van je hijab kies je ervoor je eigen levenskoers te bepalen en te leven volgens de voorschriften van Allah. Je kiest ervoor om niet langer een dienares te zijn van de mensen, maar slechts een dienares te zijn van Allah, de Heer van de mensen. Door het dragen van de hijab kies je ervoor voortdurend in een staat van aanbidding te verkeren. Iedere seconde die een moslima doorbrengt terwijl zij haar hijab draagt is één van aanbidding. En beste zuster, het is de islam die bewondering en ontzag voor je heeft. Dit komt tot uiting in de manier waarop gewaakt wordt over jouw waardigheid en vrouwelijkheid. Het is de islam die zich als obstakel opwerpt in de weg van diegenen die jou willen uitbuiten als goedkoop handelswaar om zich te verrijken. Het is de islam die jou in bescherming neemt door de deur dicht te houden voor een ieder die jou slechts wil gebruiken, die jou slechts wil misbruiken voor eigen genot en plezier. Beste zuster, het grootste onrecht dat jou wordt aangedaan is wanneer de waarheid wordt verdraaid en jou wordt voorgehouden dat kuisheid en vroomheid tekenen zijn van achterlijkheid en onderdrukking, terwijl zedeloosheid en het verwerpelijke en verdorvenheden gepresenteerd worden als tekenen van verlichting en vooruitstrevendheid. Zo gaat het eraan toe vandaag de dag. Als een vrouw zich houdt aan de islamitische kledingsvoorschriften, dan wordt zij gezien voor een vrouw die achterlijk is. En wanneer een vrouw zich ontbloot en naakt op straat loopt,
dan zijn dat tekenen van emancipatie. Dan zijn dat tekenen van vooruitstrevendheid volgens hen. En beste zuster, als je gehaat wordt door de mensen om je heen vanwege jouw kuisheid, vanwege het vasthouden aan de regels van Allah, vanwege het dragen van je hijab, weet dan dat de Heer van deze mensen zijn zegeningen over jou uitspreidt. En weet ook dat de irritaties en haat die deze mensen in hun harten voelen vanwege het feit dat jij deugdzaam bent, aanleiding voor jou is om hoger in rang te komen in het paradijs. Dus als zij haat voelen jegens jou omdat jij je houdt aan de islamitische kledingsvoorschriften, dat is een reden voor jou om ietsje hoger in rang te stijgen bij Allah subhanahu wa ta'ala. Jij bent de hoop waar de umma zich aan houdt. Jij bent de vlam die onze harten kan laten branden. Jij bent het licht dat de duisternis kan verjagen. Jij bent de regen die de droogte kan verbreken. Jij bent de dochter van Khadija, Aisha, Hafsa en Ghawla radiyallahu anhunna, die de geschiedenis hebben geschreven. Dus beste zuster, laat je niet gek maken. Allah subhanahu wa ta'ala heeft je vereerd. Allah subhanahu wa ta'ala heeft je een hoge status gegeven. En Allah subhanahu wa ta'ala waakt over je kuisheid. En daarom heeft hij die regels voorgeschreven. Daarom heeft hij jouw hijab voorgeschreven. En als jij je daaraan houdt, weet dan dat je daarmee het welbehagen van Allah subhanahu wa ta'ala zal krijgen. En dat je in aanmerking zal komen voor het paradijs. Wa subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. ورضا ربي حباه.